Ronald Panza is gisteren op de 18e provinciale synode van de Evangelische Broedergemeente Suriname gekozen tot bisschop van de Unitas Fratrum. Broeder Panza kreeg in totaal 105 stemmen. De bisschop is in een tweede kiesronde gekozen uit 3 presbyters, of ouderlingen. De andere kandidaten waren Lucia Breveld en Ferdinand Latchmon. Als actieve bisschop komt Panza in de plaats van bisschop Emil Ritveld, die met pensioen gaat. In zijn begroeting gaf Ritveld aan dat de bisschop voor het leven in functie is van de wereldwijde Unitas Fratrum. De 87-jarige bisschop Ritveld is heel bekend in het zendingswerk van de EBGS. Hij heeft gediend als leerkracht van het gewoon lager onderwijs der EBGS. Verder als voorganger, preses en 37 jaar als bisschop van de EBGS. Bisschop Panza zal op een nader te bepalen datum tijdens een speciale dienst officieel gewijd worden.